Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. En in deze video ga ik jou laten zien hoe je heel eenvoudig de kanalen waar je een abonnement op hebt op YouTube onzichtbaar kunt maken op je eigen kanaal. Stel dat je een aantal kanalen in het verleden hebt geabonneerd of hebt geliked, dan kun je heel eenvoudig je openbare abonnementen verbergen. Hoe doe je dat? Je gaat rechtsbovenin en je logt in op je kanaal. Je klikt op inloggen. Je vult je wachtwoord even in. Je kiest je eigen YouTube-kanaal waar je destijds een abonnement hebt genomen op iemand anders zijn YouTube-kanaal. Je klikt op OKé. Okay. Dan ga je vervolgens naar de icone rechtsbovenin. En dan klik je op het tandwieltje YouTube-instellingen. Daar klik je op. Vervolgens ga je naar de linkerkant naar Privacy. Daar klik je op. En dan klik je aan: Al mijn abonnementen privé houden. Je klikt op opslaan en op dit moment zijn jouw abonnementen niet meer openbaar. Dat kunnen we even controleren. Je gaat naar je kanaal, je klikt op kanalen en je ziet op dit moment. Promoot jouw eigen kanaal, geen andere kanalen. Dat betekent dat er dus geen andere abonnementen meer zichtbaar zijn. Als je het wel weer wilt aanzetten, dan ga je weer terug. Je klikt hem uit, je klikt op opslaan, je vervest de pagina en je ziet de kanalen, de abonnementen waar je destijds op hebt geabonneerd, zijn nu weer zichtbaar. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds YouTube vragen? Stel je vragen even hieronder en ik ga jouw vraag direct beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Ik zie jou terug bij de volgende video.